Want waar nu nog twee winkels zitten, bruist het vroeger van de middenstand. Ik heb ze ook allemaal gekend, die winkeliers. En ja, het is een stuk geschiedenis, zeg maar. Er waren in de tijd alleen in het oude gedeelte van Leiderdorp 66 winkels. Waarvan 46 alleen al in de Hoofdstraat. Helemaal in het begin heb ik nog wel wat winkels meegemaakt, maar ook niet allemaal. Maar ja, het een na de ander verdween, omdat het gewoon te klein was. Wil heeft wel een verklaring dat de middenstand is verdwenen. Het is ook een mentaliteit. Men wil niet meer bij kleine winkels kopen, want dat is allemaal gedoe. Ja, mensen hebben weinig tijd, willen alles onder één dag. Wil en Marianne zijn in 2003 gestopt met een Spar-filiaal. Sinds die tijd is het een kijk- en afhaalpunt. De Kievit is ook 3 weken dicht eigenlijk. Wil begon noodgedwongen al op 16-jarige leeftijd te werken in de spaarwinkel van zijn vader, want... In 1957, toen kreeg hij een zware hersenbloeding. Dus toen was het eigenlijk gebeurd met de koopman. Dus dat was voor ons gezin een groot drama. Die tijd ligt ver achter hem. En nu is het vooral genieten van een lekker bakkie... Goede gesprekken. Ze zegt, Jaap, ik had toch gezegd dat ik geen olie meer hoef? Nee, zegt Jaap. Maar ik heb Rooms-Katholieke olie, ik heb gereformeerde olie en ik heb hervormde olie. En knutselen aan de maquettes. Je kan je creativiteit hierin kwijt, dat hele concept eigenlijk. Dat vind ik heel erg leuk.